Ik zou uitslapen zolang ik kon. En het is echt vreselijk, want het is 1:15. Echt, het is echt heel erg, want ik had een heel lijstje gemaakt wat ik wilde doen en boodschappen die ik moest halen. En nu is het gewoon 1:15. Ja, oké. Dus ik kan gewoon minder doen, maar dat geeft op zich niet. Want ik had niet zo heel veel te doen. Er zijn meer dingen waar ik al een tijdje tegenaan hik van doe dat nou een keer. En ik dacht, nu heb ik lekker echt een heel dag vrij. Ik had tegen Birdie gezegd, ik ga niet naar school. Ik ga gewoon alleen maar lekker thuis aan het werk. Thuis, bij mijn ouders thuis. En ik had al een berichtje van Nick van, morgen komt de monteur en die komt je internet aanleggen. De afspraak staat om 8:30, maar hij kan een half uurtje eerder en een half uurtje later zijn. What? Oké. Ik vind dat zo raar. Ik vind dat je gewoon, als je een afspraak hebt dat de monteur langskomt, moet je gewoon ook op kunnen rekenen. Dan moet ik niet om 8 uur nog in bed liggen en denken, nou, hij komt om 8:30. Of om 8:30 staan wachten en dat hij er pas om 9 uur is. Dat is toch, je moet toch een afspraak kunnen maken? Maar ja, ik ben al heel blij dat hij komt. Dan heb ik eindelijk internet. En dan kan ik eigenlijk gewoon thuis blijven. Oh ja, nu ben ik dus lui van het lange liggen. Maar ik ga nu echt eruit, want het moet wel heel hard. Ik ga in ieder geval boodschappen doen. Ik zit te twijfelen in welke volgorde. Ja, ik ga boodschappen doen. Dan moet ik naar een metaalbedrijf, want ik moet voor Nick metaal ophalen voor de auto. Ik vind het zo ongemakkelijk. Ben ik daar de enige in? Denk ik, ja, ik ben een vrouw en ik kom dan metaal halen. Die gasten denken echt, wat doe jij hier in vredesnaam? Maar ja, ik ga het maar wel doen. Ik moet het ook nog in de auto leggen. Twee van die spijlen van 2 meter lang. Hij zegt, het weegt niks, dan kan jij gewoon. Ik heb geen zin in, maar ik doe het wel. Want ik vind het op zich aan de ene kant ook weer niet. Het is erg om te doen. Ik doe graag iets voor, maar het is meer dat ik het gewoon ongemakkelijk vind om dan bij al die stoere mannen als vrouw metaal te gaan halen. Ja. En daarna ga ik dan naar de Grebbeweg en dan ga ik even mijn vlog doen en het artikel. Komt wel goed. Wordt wel een lekker dagje. Ik heb er wel zin in. Gewoon eenmaal een dagje voor mezelf. Ik heb hem even opgemaakt en ik heb een hele felroze op van Hema. Je moet hier gewoon met je ogen knijpen, omdat het zoveel licht van het raam afkomt. Maar ik weet niet zo goed. Wow, hoorde je dat? Dat was mijn maag. Of ik hem mooi vind. Vinden jullie hem mooi? Nou, ik ga zo nog even mijn haar doen. Ik ben nou sla aan het eten. En dan is die er weer af. Dus dan kan ik nog een ander op doen om te kijken of ik dat beter vind. Ik weet ook nog niet wat ik aandoe. Dus als ik deze opdoe, dan moet ik wel iets kiezen wat erbij past. Ik vind het misschien ook wel pretty. Ik weet het niet. Onderweg naar boodschappen doen. Ik heb uiteindelijk toch een beetje voor nude lips gekozen. Want ik heb dit shirtje aan. En dat is al best wel heftig. En roze lippen erbij was het niet. Ik heb dus alle tassen en zo voor boodschappen doen. In ja, hoe noem je dat? Hoe noem je dat, Sophie? Doe eens even niet zo moeilijk. Je noemt dat. Meterkast. Meterkast. In de meterkast gelegd. En toen ging ik er zelf in en toen ging ik er buiten. En toen zag ik de buurman. Dus ik zeg morgen. En hij zegt, kijk me al een beetje aan. Maar hij zegt wel morgen. En echt 20 seconden later denk ik morgen. Ik denk, Sofie, het is 2:30 geweest. En ik zeg goedemorgen. Dus ik zeg echt 20 seconden later. Zeg ik nou morgen? Hij zegt ja, je zei morgen. Ik zei, nou, dat zegt toch wel hoe lang ik aan bed ben. Hij zei, oh, die ochtend hebben we allemaal, hoor. Oh. Maar afgelopen zaterdag was ik dus ook bij hun geweest, want zij hadden een housewarming. En ik kon niet echt in zijn ogen zien of hij me nou echt herkende. Al moet ik zeggen, ik had niet het idee dat hij echt veel gedronken had. Maar ik had wel het idee dat hij een soort van niet zo goed wist wat hij moest doen. En of dat nou kwam omdat ik goedemorgen zei. Of dat hij niet wist of we een gesprek gingen beginnen, ja of nee. Nou, ik weet niet, maar het was wel grappig. Ik vond het wel leuk om gewoon, ja, ik vind het prettig als je elkaar tegenkomt, dat je ook gewoon tegen elkaar kunt praten. Gewoon, hallo, goeiedag. En ja, ik vind het ook leuk om gewoon bij elkaar over de vloer te komen. Het hoeft niet elke week, maar als er iets leuk is, dat je gewoon even met elkaar kunt kletsen. Weet je, hetzelfde als dat toen ik met die meiden over een jong katje had, dat ze ook zei van, oh ja, dan moet je echt even aanbellen en dan kom ik kijken. En dat vind ik leuk. Vind ik echt leuk. Dus ik hoop echt dat we dat kunnen doen. Ik heb besloten dat ik na het boodschappen toch nog eventjes naar huis ga. Want ja, ik ga natuurlijk ook heel veel dingen kopen die in de koelkast moeten. En dan, mijn ouders in de koelkast is soms een beetje vol. Dus dan kan ik het ook niet even kwijt.
En dat is gewoon wel net zo relaxed. Dan heb ik dat vast uitgepakt. Het wordt echt steeds later. Maar ik heb me er ook bij neergelegd. Ik heb ook gewoon besloten dat het me niet uitmaakt of ik heel productief ben vandaag. Ik had ook gewoon zo'n dagje nodig. Ik heb net serieus een kwartier gedaan over een selfie. Echt een selfie. En toen had ik dus ondergezet van vandaag een heerlijke vrijdag. Maar dat was autocorrect, want er moest staan vrije dag. Dus de eerste reactie die ik had was, hallo, volgens mijn agenda is het vandaag maandag. Ik zo, oeps, ja, mijn ook, maar het moest vrije dag zijn en niet vrijdag. 1, 2, nou ben ik er alweer. Het is wel relaxed dat je zo dichtbij gewoon de supermarkt en alles hebt. Ik zit even te denken waar ik hem neer zal zetten. Ik denk hier. Hoppa, daar gaan we. Kijk wat een leuke eieren ik heb gekocht. Blije kip-eitjes. De eerste eitjes van onze hen. Klein en fijn van smaak als uniek tussendoortje of feestelijke garnering. Ach, how cute. Echt alleen omdat het doosje roze is, kocht ik ze al. Blije kip-eieren. Oh, kijk nou, gratis veer erbij. Maar dit doosje is toch te leuk. Ik moet iets met dat doosje doen. Wat kan ik met dat doosje doen? Hebben jullie ideeën, creatieve ideeën, wat ik met het doosje kan doen? Het is echt een heel leuk doosje. En vrije uitloop-eieren, dat is ook wel van de blije kip. Aww. Kijk, de bloemetjes beginnen uit te komen. Ze zijn echt schattig. Ze zijn klein, maar daardoor ook wel juist weer heel leuk. Heel toepasselijk. Ik ben dus nu een foto aan het maken voor Instagram. Zoals met kaars of zonder kaars. Ik vind alle twee wel leuk. Ik weet het nog niet. Ik heb het metaal gehaald. Check. Hier ligt het ook vet onhandig. Hier is de schakelding. Dus dat wordt echt nog lastig. Maar ja, we gaan het wel zien. En ik kwam daar echt binnen. Er liepen heel veel mannen. Maar ze deden allemaal niks. Ze keken me wel aan en ze liepen door. Dus uiteindelijk heb ik er maar één aangesproken. En ik zei van, ja, ik kom een bestelling halen. Maar ik weet niet zo goed hoe ze hier werkt. Ik voelde me echt zo ongemakkelijk. Ja, we gaan even iemand voor je roepen. En ik roep echt keihard, Dirk, Dirk, Dirk. Ja, iets meer doorlopen, iets harder dan normaal, alsjeblieft. En ik dacht, oh. En dan gelijk om te roepen, nee hoor, maar rustig aan. Nou, rustig aan, dat idee. Toen moest hij bestelling zoeken en dan kon hij niet vinden. Wanneer was het dan besteld? Ik zei, ja, weet ik veel. Vorige week, woensdag, donderdag of zo. En toen begon hij gelijk te vloeken. Ah, dan moet ik weer naar boven. Ik dacht, wow, ik voel me echt niet gewenst hier. En toen moest hij nog de hele bestelling gaan maken. Terwijl Nick had gezegd van ja, de laatste keer dat ik er was, was ik te vroeg. En ja, toen moest ik dus nog helemaal, moest het nog helemaal maken. Maar nu heb ik op tijd besteld, dus nu ligt het gewoon klaar. Nou, niet dus. En toen liep hij wel mee naar de auto, na 20 minuten wachten. Maar ik vond het niet eigenlijk, ik vond het echt wel leuk om te zien ook. Want er komen vrachtwagens in en uit en mensen en er gebeurt daar veel. Onwijs groot bedrijf. En ik dacht, nou oké. Okay. En nou, liep mee naar de auto en legde het erin. Dus dat vond ik wel echt lief. Het was wel, ik zei ook op een gegeven moment, ik zeg, voel me echt een vrouw in een mannenhok. Ik zei, ja, dat is ook zo. Zo, bedankt. En nu is het al 5 uur. En nu ga ik naar de Grebbeweg. Nick is gelukkig wat later vandaag. Dus kan ik nog even mijn vlog editen. En misschien dat mijn vader me erop wil zetten. Dat zou wel fijn zijn. En dan morgen internet. Morgen is alles anders. Ik ben weer thuis. Ik heb even een vestje aangetrokken. Want in mijn hemdje werd het een beetje koud. En ik ben voor mezelf aan het koken. Nick belde dat het waarschijnlijk later dan 8 uur wordt voordat hij er is. Nou ja, dan ga ik vast eten. Ik heb de vlog geëdit. Mijn vader gaat hem op YouTube zetten straks. En ik heb een filmpje meegenomen. Want dit is mijn laatste avond zonder contact met het World Wide Web. Dus... ik heb deze, die zag ik op mijn kamer liggen, Management, met Jennifer Aniston. Het is wel een super oude film volgens mij. Kijk, 2009. Oh, dat valt mee, 2009. 6 jaar. Ik dacht echt dat die nog uit de jaren 90 kwam. Nee. Maar ik maak lekker pasta. Ik wilde eerst aan Nick de keus laten soep of sla of ja, gewoon Hollands pot, aardappels met rundervink. Maar ja, als hij laat komt, dan eet ik gewoon waar ik zin in heb. En dat is lekker macaroni en cheese. Super honger, het is al best wel laat. Het is al 7:15. Dus ik ga lekker eten. Ik hoop dat het een beetje snel klaar is. Dit is echt super makkelijk en het is zo lekker. Eet smakelijk.
DVD'tje aan. Glas melk. Nom, nom, nom. Ik zag je denken, ga je dat echt allemaal opeten? Ja, ik ga dat allemaal opeten. Ik heb even een wasje in de droger gedaan. En ik ben ook de was die uit de droger kwam aan het opvouwen. En ik vind dit eigenlijk best wel, ja, niet, ik dacht dat ik dit erg zou vinden, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg. Het begint een beetje moe te worden, het is 10 uur. Oh ja, ik heb ook de duty box binnengekregen, die heb ik uitgepakt, even bekeken. Als je benieuwd bent wat erin zit, ik ga morgen een video opnemen en die kun je dan terugvinden. Nick is nog steeds niet thuis, het is al 10 uur. Ik heb even pasta voor hem opgezet, want ik verwacht wel dat hij binnen nu en een kwartier thuis komt. En hij had al wel wat gegeten, zei hij, maar niet zoveel. Dus ik weet het ook niet. Het is wel echt een lekker hangdagje. Ik heb zelfs nog kleren besteld bij Boohoo. Ook al mocht het niet, heb ik het toch lekker gedaan. Want als ik dan alleen thuis ben, dan voel ik me echt een beetje eenzaam. En de film was al heel lang afgelopen, dus ik had niks. Dus ik dacht, nou, dan op mijn telefoon dingen zitten kijken. En dan zat ik op mijn telefoon. Dacht ik, nou, Boohoo dan maar. En het valt mee. Ik heb maar voor €70 aan dingen besteld volgens mij. Dus ja, ach. Hè, ik moet morgen toch weer 10 uur werken. Dus dan heb ik het in 1 dag weer terugverdiend. Oh ja, ik wilde nog de krabpaal laten zien. Look, krabpaal. Hij lijkt nu een beetje donkergrijs, maar hij is eigenlijk heel lichtgrijs. Hij is meer een beetje hierbovenop. Nou, ik hoop dat het een beetje gaat werken. Als je tips hebt over katten, over krabpaal, hoe je ze dat aanleert, dan hoor ik ze graag. Want ik ben dus heel bang dat ze in mijn mooie nieuwe gordijnen gaan hangen. En dat ze meteen kapot zijn. En dat zou super zonde zijn voor al het werk dat mijn mama heeft gedaan. Het wordt al een beetje donker buiten. Ik voel me echt een beetje eenzaam. Zonder internet. En zonder contact. Alleen in dit huis. Ik voel me hier nog steeds niet thuis. Kwam ik net tot de ontdekking. Toen ik gewoon zo op de bank zat een beetje na te denken, dacht ik, dit is mijn huis, maar dat voelt niet als mijn huis. Dit is mijn badkamer. En ik heb het opgeruimd, ik heb alles netjes neergezet. En het voelt nog steeds niet als mijn badkamer. Maar ja, ik weet niet. Ik zit gewoon tegen jullie te lullen, omdat ik niemand anders heb om tegen te lullen. Ja, zo is het leven. Maar ik zal jullie niet meer lastigvallen. Ik ga mezelf even laten zien. Nee, ik denk dat ik niet ga wachten tot Nick terug is, want ik ben best wel moe. Dus ik ga me douchen, tandje poetsen, slapen. Morgen weer een dag. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Ik zeg wel leuk dat ik ga slapen, maar gitaar. Ik heb de afgelopen 2 dagen gewoon weer verzaakt. Maar ik denk er gewoon niet aan. Ik denk er gewoon echt niet aan. Oh, en hij staat nou in de hoek achter de bank. En als ik hem niet zie, dan doe ik het dus gewoon niet. Dus ik ga het nu doen. En dan ga ik echt slapen. Ja. Ik heb ook gewoon... Ik stond echt op het punt om te gaan douchen. Ik had bijna al mijn kleren al uit. Ik dacht, nee. Terug. Je moet gitaar spelen. Nu. Dan ga ik douchen. En dan ga ik slapen. Dus nu echt. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Goedemorgen. Nikje is er al uit. Ik kan niet eens maar praten.